Ramon ten Hoven, de eerste training bij Dordrecht. Ja. Hoe is die bevallen? Ja, top. Leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben blij dat ik hier mag zijn en een leuk seizoentje hopen dat ik ga draaien. Blij dat je hier mag zijn, maar vorig jaar was je lange tijd ook gewoon derde keeper in de Kuip. Bij Feyenoord, in het Feyenoordstadion, veel mooie wedstrijden, heel veel van de bank meegemaakt. Maar je wilde aan keeper toe komen? Ja, zeker. Ja, weet je, Feyenoord is hartstikke een mooie club. Maar uiteindelijk heb ik ook het doel om daar te spelen. En ja, daar heb ik nu deze stap wil ik daarvoor gebruiken. En blij dat ik bij Dordrecht die kans kan krijgen. En uiteraard ben je wel gehaald hier als eerste doelman. Maar goed, je moet het toch altijd maar zelf blijven doen, hè, op een training. Ja, zeker weten. Ik ga me gewoon bewijzen en dan hoop ik dat ik ga spelen. En de trainer is die keuze om die te maken. Hoe belangrijk is wel je ervaring al geweest? Want mede door de blessure van Bijlo, ook eerder van Vermeer, heb je eigenlijk best wel veel al meegemaakt voor een jonge jongen. Wat betreft op de bank zitten en het trainen met goede voetballers. Ja, zeker weten. Nou, ik hoop dat het nu gaat blijken of ik daar wat van geleerd heb. En ik denk wel dat het heel mooi is geweest en dat dit een mooie stap is om te laten zien dat ik er heel veel van geleerd heb. Dan kom je hier vandaag bij de eerste training bij Dordrecht en ja, het is op zich niet wennen, want je kent denk ik heel veel mensen, omdat heel veel jongens aan Feyenoord geleerd zijn. Ja, zeker. Nee, het is een hartstikke leuke groep en je wordt gewoon gelijk opgenomen in de groep. Ondanks dat er veel nieuwe jongens zijn, merk je wel dat we welkom zijn hier zo. En het is wel lekker dat je ook een aantal jongens gewoon kent, dat je hier gelijk op je gemak bent en dat je lekker in de groep kan komen. Wat opvalt is een gretige groep met name veel jonge jongens. Denk je dat het mogelijk is met een jonge groep die eerste divisie in te gaan of moet er misschien nog in jouw optiek wel wat ervaring bij? Nee, ik denk wel dat we het met deze groep kunnen doen, ondanks dat de jonge jongens zijn. Maar zijn we allemaal gretig en willen heel graag. Nou, ik denk wel dat gaat kunnen werken als iedereen gewoon zijn best blijft doen heel het seizoen. En dan gaan we er wat moois van maken. Ja, nou zijn er heel veel spelers die ik de laatste dagen gesproken heb. Die zeggen dan allemaal om, ja, we willen kampioen worden of zo. Nou, dat zal er bij Dordrecht misschien niet in zitten. Wat is jouw persoonlijke ambitie met dit team? Nou, we willen gewoon iets moois neerzetten hier zo. En we zijn voor niemand bang. Dus wij gaan er gewoon een heel mooi seizoen van maken. En dan gaat het wel goed komen. Wat heeft Feyenoord jou meegegeven dit jaar? Dat ik lekker moet gaan spelen en gewoon mijn ding moet doen. En dat ik dan gewoon terug kan komen en kijken wat dat gaat brengen. Want de club Feyenoord heeft veel vertrouwen in jou. Vandaar dat jij ook een van die drie huurlingen bent. Komen er nog twee. Je contract is ook opengebroken. Voel je die inderdaad die waardering? Absoluut, absoluut. Weet je, ik heb een aantal jaar mee mogen draaien. En daar kreeg ik ook heel veel vertrouwen in. En nu heb ik de kans gekregen om hier me te laten zien. En als ze niks in me zagen, hadden ze me ook niet verlengd. Dus ik ben daar wel blij mee dat ze dat hebben gedaan. Het is wel zo dat Feyenoord sowieso een jonge keeper nu op het doel heeft met Bijlo. Evora is ook een talentvolle jongen. Kortom, je moet je echt onderscheiden om daadwerkelijk dan eventueel op termijn keeper 1 te zijn. Natuurlijk, Bijlo kan getransfereerd worden, maar ik wil wel zeggen, Feyenoord heeft veel goede jonge keepers. Ja, zeker. Nou, dat is ook mooi van Feyenoord. En die geven ze ook de kans. En dan aan mij om te laten zien dat ik ook die kans moet krijgen. Het meest bijzondere is dat de eerste oefenwedstrijd die voor jullie op programma staat er gelijk 1 is tegen Feyenoord. Ja, dat is alleen maar mooi. Weet je. Dat is voor Dordrecht is dat mooi en voor onze spelers helemaal dat we gelijk er moeten staan en gelijk laten zien waar we staan.